Ja, er was weer veel spanning in de hel van Deurne, waar Oranje onder aanvoering van Johan Cruijff de strijd aanbond tegen 11 Belgen, die nu niet meer rode duivels, maar witte duivels worden genoemd. Het was de eerste van twee wedstrijden tussen beide landen in de voorronde om het wereldkampioenschap in 1974. Winst zou Nederland praktisch zeker een plaats bezorgen in het eindtoernooi. Maar ook de Belgen moesten winnen om hun kansen te behouden. Geen van de ploegen was dan ook bereid om veel risico's te nemen. Van Beveren in het oranje doel toonde zich in hoge mate betrouwbaar. Maar aan de overzijde van het veld deed zijn Belgische collega Pio niet voor hem onder wanneer deze zich tegen de schaarse schoten van Nederlandse aanvallers te weer moest stellen. Na de rust, die met een 0-0 gelijke stand was ingegaan, verwachten velen dat de Belgen zouden toeslaan. Vooral ook omdat zij zich in de eerste drie kwartier wel iets beter hadden getoond dan de Nederlandse elf. Maar de samengetrokken oranje verdediging wist vrijwel steeds op tijd tussen beiden te komen. Toch kon ook de oranje aanval het keeper Pio niet moeilijk maken. Eenmaal ontsnapte Nederland aan een doelpunt, toen vleugelverdediger Thyssen namelijk buiten bereik van Van Beveren op de paal knalde. Maar in wezen kon geen van beide partijen een vuist maken. Tegen het einde van de nu en dan wel wat harde wedstrijd werd aan Nederlandse zijde nog af en toe een poging gedaan om het resultaat in gunstige zin om te buigen. Maar Cruijff werd overal waar hij ging telkens belaagd door zeker twee tegenstanders. En met Johan heeft Nederland zich er tenslotte bij moeten neerleggen dat uit de hel van Deurne niet meer dan een 0-0 gelijkspel viel weg te slepen.